Vandaag duiken we weer het criminele leven in. Maar dat ga je vooral zo meteen zelf zien. Alleen zullen ik vragen, heb jij al geliked? Nee, doe het even zeker. Kunnen wij voor die 1500 likes gaan? Ze super nice als dat kan halen. En vergeet ook zeker niet te abonneren. We gaan richting 60.000 abonnees. Jij kan erbij helpen. Vergeet zeker niet te doen. Maar laten we maar snel de video induiken. Let's go. Yo, het is erg vervelend dat de lichten achter mij het niet doen. Dus daar moet je eventjes niet naar kijken. Maar ja, welkom bij een nieuwe video. We gaan eens eventjes kijken naar de context achter deze video. Dus laten we gelijk erin duiken. Het is een beetje een gek begin weer. Maar ja, we waren dus gewoon naar het eiland aan het vliegen met onze superflito. En oh, dat is lekkere muziek. En ja, ik was gewoon zo aan het vliegen. En ja... Nou, ik vloog over en ik zag hieronder een heleboel mensen. Je ziet rumpo-busjes. Ik denk, hé, wat is daar nou gaande? En ik zie dat ik mijn licht aan kan doen. Dus daar komt hij. Hatsenflats, dat ziet er iets wat beter uit. Oké, dit is ook weer zo random. Laat maar weer. Dus ja, ik heb vliegen. Ik zag ook een superflito. Dus eventjes kijken. Hè. Even kijken wat er gaande is. Want normaal is daar niks. Ik denk, is er misschien een nieuw pluk of zo. Dus ja, nou ja. En ik dacht het al eigenlijk. Hè. Twee rumpo-busjes kan je het wel verwachten. Er werd best wel wat veel geschoten op die dag. Dus ja, ik zag al iemand uitstappen. Kijk. Let op. Kijk, hier. Ik zie de bestuurder uitstappen. En toen wist ik eigenlijk al wel genoeg. Iemand had weer een clipje nodig voor zijn montage. Kijk, let op. Kijk. Ik zie hem zo richten, dus ik ga gelijk weg. Maar, nee. Dat mocht helaas niet baten. Dus, nee, natuurlijk. Welkom op eiland. Gewoon lekker onschuldig vliegen en je wordt neergeknald. Iemand heeft wat clips nodig voor de montage. Dus dat was jammer. Dus eventjes kijken, iets verder. Toen stapte ik uit. Nou, gewonde roleplay, je weet wel. Maar daar wilden ze niet op ingaan. Dus, Dat ding gaat zo ploffen, let op. Nee, ja. Omdraaien. Hij zegt omdraaien. Kijk, ik draai me om. En nou wordt hij nog bozer. En nou moet ik normaal doen of zo. Bla, bla, bla. Geen idee. En volgens mij was... Ja, dat was volgens mij de MC. En toen kwam ik bij Navy. Navy, die ken ik al heel lang van Fortnite. Echt al 3 jaar, echt way back. Maar kijk, let op, hij zegt hier zo. Even normaal doen, hè. Hey Navy, ga weg. Moet ik eiland verlaten? Hey Tony. Hey Tony. Navy die zit ook bij een official. Ik weet niet of hij wilde ook dat gaan zeggen, hey. Dus ik houd maar even voor me. Dus ze schoten mij ook al uit de lucht. Ze schoten mij ook al uit de lucht. Dus ja. Hey jongen, nee, ja. Hands up. Dat is dus wat Navy doet. Wat een gast, hij is echt ballen die vent. Hij stilt die rumpelbus van die gasten. Hij stilt die rumpelbus. Kijk, dus op een gegeven moment, maar... zij werden natuurlijk niet zo heel blij. Hey, bus niet, hey, niet doen, nee, schiet me maar dood. Kijk. Dat was op zich dus wel echt wel grappig. En de superflieter was volgens mij Sia. Dus Sia, we weten ook dat we met jou niet meer op moeten gaan. Want ja, een beetje gemeen wat je doet. Kijk, ik hoor hem hier zeggen. Hij leeft bij Bart toch? En ja, dus Sia, jij bent ook smerig. En ik heb ook niks meer van jou gehoord. En ik wil niks meer van jou horen. Want jij ript mij voor geen reden. Zo cool. Dus ja, nou ja, heel eiland stond echt op zijn kop. Dus toen even doorkijken, we gingen met Navy, gingen we in een busje. En hier ben ik ook de opname gestart. We gaan zo meteen lekker verder. Navy die vroeg van, yo man, wil je even anders mee over het eiland in mijn gepanzerd busje? Nou, toen hebben we toch wat pret beleefd, dat was niet gezond. Hier zagen we in ieder geval de superflieter van die gast, die stond op slot. En ja, hier kwamen we die MC weer tegen. Maar ik denk dat ik dat in opname heb, dus zo ja, dan switchen we nu weer over. Ja, ja, maar volgens mij wordt echt al heel de middag eiland gepoest. Ik weet niet, ik werd gebeld de klanten, die hadden clips nodig. Ze hadden geen clips meer. Die zijn aan het fighten tegen. Ik kwam even naar Erder opbrengen met clips, maar goed. Niet helemaal. Jawel, ik had ze al gebracht. Oh, en toen wilde je terug? Nee, ik had ze op vliegdekschip gemiet. Oh. Dus ik denk, ga je een rondje kijken wat er aan de hand erbij is. Nou, werd gelijk uitgeknald. Toen dat, ja. Ik weet ook niet waar ze zijn. Ja, ik ook niet. Ik denk onder die haven ergens. Zo zou je die superflieter ziet vliegen. Dat was Sia volgens mij. Ik weet niet, wat heeft daar ermee te maken? Sia zit in de MC sinds kort. Echt? Ja. Bah, Grinch. Wat een verrader. Daar kan ik dus ook niet meer mee omgaan. Een beetje Richmond was het, een Tom Kanon was het, Ralph Fides. Narcos was er vanmiddag ook volgens mij. Als je gewoon een superflieter ziet, dan is dat een beetje genoeg. Nou oké, dat is fijn om te weten dat het dan Sia is, want dan weet ik ook dat hij een vuile gast is. Hier rechts, superflieter. Rechts. Superflieto. Zit hij bij Coke? Is geland. Coke. Maar je vliet als je uit de lucht geschoten. Oh, jij bent in Coke Hutje? Oké. Er zit niemand bij. Ai, ik ga even kijken wat er... Hopen dat hij open is. Nee, dicht. Jammer. Ze zouden zo graag een bus terug, hè? Ja, ik zag het, ja. Geen die bus, geen die bus. Ja, dat gezien. Ja, beter. Maar ik snap het gewoon. Ja, nou ja, laat maar. Het heeft niet heel veel zin om er over te zeiken, maar het doet toch niks. Ik bedoel, ja. Kijk, hier is een bus. Ja, ik rijd trouwens in een paarse armored bus, dus niet mijn banden lekker zien. We rijden in een zwarte en een witte. Ja, ze zijn buiten de poort. Oh, hier.
Goedendag heren, zijn we thuis ook allemaal? Zijn we AK's in dat busje? Nee, Virot op! Spook kwam uit, jongens. Wat is er? De Fransmannen komen naar jullie toe, hè? Geneukt worden. De Fransmannen! Je gaat geneukt worden, jongens. Moet ik hem maken voor jullie, want die laatste beug was oprecht per ongeluk. Even kijken of ik repair kit heb. Nee, hebben jullie repair kit, hè? Ik ga hem jou pas, bus. Dankjewel. Hoi. Hoi. Hey. Ik zit vast in de animatie. Fucking man, Kees. Hey, Luco, heb je die? Davy is echt een gouden vast, hoor. Oh. Ja, ik heb haar eruit. Nou ja, nu niet meer. Hey, pak de panter. Oh, ik hoop echt dat het wordt gebeten door... Hoe lang? Ja, maar ik moet er niet perken. Wacht, ik ga het busje pakken. Ze zitten als je de poort... Wat za? Als je de poort ingaat, als je de poort ingaat rechts... Pa, doei. Ik neem een busje mee. Ciao, ciao. Rip Davy. Oh, nee. Dit vind ik echt zielig voor hem. Oh, hij staat nog open. Even kijken of wat in ligt. Misschien kan ik het eruit halen voordat hij genakt wordt. Nou, Rip Davy's busje. Yo. Er is één iemand nu dood bij vrachtwagen. Vraag aan Sam, luister. Nee, luister, schrijf verderop. Blauw busje. Blauw je busje? Wil je stop met zon? Twee poort, niet. Yo, laat me niet kamer gelukkig. Yo. Laat me niet kamer gelukkig. Ja, is goed. Ik ga wel mee. Fuck dat. Ook wel. Doe chef. Ze hadden twee busjes, één witte en één blauwe. Nee, mag niet. Samenwerken, uitstappen. Oh ja. Samenwerken, stap. Oh mijn god. Dat meen je niet. Kijk, daar lopen ze. Zoals jullie net al zagen, een revolt is nu op eiland. Ik herken Sam. Sam die had gezegd dat hij bij revolt zat, dus... Kijk, daar loopt de MC. En ik weet niet, Sam heeft nu mijn Camacho geleend, maar... Ja, dat is wel erg vervelend. Nou moet ik gewoon gaan... Wandelen. Pak Sam. Ik zal hem ook eens een keer gunnen. Ik hoor hier al dikke shootings. Ik wil niet te dicht erop. Maar er is hier dus wel echt degelijk iets gaande. Oh, hier is mijn Camacho of niet? Is dat Sam? Ik weet niet. Oh, hierboven gek. Holy shit. Oh. Ik zit er echt tussenin volgens mij. Ik zit hier echt niet goed. Ik heb geen Camacho dus. Ja. Oh. Oeh. Wel een beetje oppassen zo, hè? Oh, shit. Oh, hier. Aha. Oké, so wat schiet ze? Waar schiet ze op? Op de helis. Om die Havox. Dus daar lopen ze. Je verraadt jezelf wel echt heel erg als je gaat schieten in de lucht. Maar goed, ik denk dat Revoltus hier nu wel op af wil. Of het is Revoltus, ik weet niet. Want waar is de MC nu dan? Ja, ik kan geen kant op. Kijk, dit is dat busje dat Navy had gestolen. Even kijken of die nog open is. Ah, hij is nog open. Maar het bandje zijn lekker en hij is total. Er zit als het goed is niks achterin. Ik zal nog even checken. Nee, want niks. Maar ja, ik moet zo snel mogelijk weg. Oh! Oké, ik zit er echt precies nu in een opening. Ik denk dat ik ze zo meteen nog kan zien lopen ook. Ik weet niet zeker. Oh, wat kut dit. Ik kan gewoon geen kant op. Ik heb geen communicatie. Ze hebben alles afgenomen. Okay, daar rijdt een gepantserd busje. Oh, dat is Revoltus volgens mij. Want de MC die rijdt in een blauw gepantserd busje. Ik zie daar iets rijden. Ja, dat is... dat is geen gepantserd busje. Ik snap het zelf niet meer. Oh, ik weet niet. Ik zit ook zo te sneeuw. Ja, dat is... Oh, mijn god. Oh. Oké, daar zijn ze. Dat is de MC, daar. En ze dachten waarschijnlijk dat ik ook een wapen had, omdat ik aan het sneaken was. Dat is Revoltus. Ik doe mijn handen omhoog voordat ik dood word geschoten, want hij ziet me denk ik wel. Ja, dat is Revoltus en daar is de MC. Maar ja, wat Sam al zei, ik mocht niet mee, want anders is het samenwerken en zo. Ach, bla bla. Zal wel. Ik zie dat gepantserd busje daar nog. Ja. Ja, dit is de fight gewoon. Oké, daar rijdt de MC. Wat gaan ze doen? Gaan ze deze kant op? Volgens mij gaat Sam pushen, of niet? Hij is wel echt in de koffie in zo'n Camacho, want ze gaan echt niet verwachten dat iemand in zo'n Camacho rijdt of zo. Oké, en wat gaan ze doen? Ze rijden daar nog steeds, maar je hebt die poort en dit is de enige weg daar naar binnen. Dus ja, ik weet het niet. Dus even kijken, hierboven hangt ook zo'n heli, hoor ik. Ik zie hem alleen niet. Oh, daar. Daarin en daarin, dus twee Havox. Dus even kijken. Ik weet niet wat zij aan het doen zijn. Mijn handen die hou ik in ieder geval even omhoog, dat lijkt me wel verstandig. Ik weet niet of Revoltus hier nog op de berg zit, maar... Dit is wel epic om een keer te zien hoor. Dit heb ik nog nooit gezien. Lijkt me juist vet om te schieten, maar het zal wel. Misschien komt dat ooit nog. Misschien ook niet. Ik weet alleen niet... Ja, ik heb geen komst, dus Sam kan me sowieso al niet bereiken. Ik hoor ze een auto instappen. Ik zie de MC nog steeds... MC cirkelt daar een beetje. Volgens mij weet ze niet echt wat ze moeten doen.
En hierboven hoor ik die auto van Revoltus. Misschien kan ik ietsjes meer naar boven dat ik het kan zien. Maar ja, zij moeten me natuurlijk ook niet doodschieten. En ik moet ook oppassen met wat ik doe. Ja, ik kan geen kant op. Dus het enige wat ik kan is kijken en hopen dat ik mijn Camacho terugkrijg. Want ja, ja, dat is... Ja, kijk, daar staan ze. Oh ja. Ja, 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 ja. Zo, ik hoop dat ze me niet zien nu. Oh, juist wel. Oké, ze weten wie ik ben. Doe ik mijn handen omlaag. Wat is verstandig om even heen te lopen? Garage is daar verderop. Ik zie daar iemand lopen. Zal vast niks zijn. Ja, mijn superflier toe hebben ze neergeschoten. Dus ik kan er ook niks mee. En die repair kit die ligt in die Camacho die Sam heeft. Dus dat is zeg maar het hele... Hele klote ervan. Sam, jongen. Hij kan me ook niet bereiken. Dus het zit niet allemaal erg mee. Oh, hier komt de Camacho aan. Oh! Wow! Oké, dat was wel iemand. Hij had een masker op. Of niet? Ik weet niet. Ja, 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 dat is iemand. Of van MC of Revoltus. Oh, shit. Wow. Ze proberen weer die havik uit de lucht te knallen. Dus even kijken. Ze staan daar verderop ergens. Denk ik. Oh, ik hoor... Ja, hij is neergestort. Oh, ze hebben die heli. Ik hoorde hem hier crashen hier beneden. Dus even kijken. Kijken of we hem kunnen vinden. Ja, ik ga me daar trouwens echt niet in mengen. Fuck dat. Straks krijg ik nog problemen of gezeik of dit of dat. We staan nu op... De... Oh, op die berg staan ze nu. Right. Ja, ik weet echt niet wat ik nu kan doen. Letterlijk. Sam heeft mijn Camacho. Ik kan nu niks. Letterlijk niks. Ja, die blauwe bus die staat er nog steeds van de MC aan de overkant. Maar ik denk dat ik even een lift moet scoren bij iemand. Ja, dat is sowieso een, iemand met een wapen in dat ding. Dus daar gaat sowieso niet bij lukken. En dat is Revoltus weer. Hey, hey meneer. Yo. Je mag weggaan van dit eiland, ja? Ja, ik Sam heeft mijn Camacho, dus ik kan niet zoveel nu, hè. Ja. Pak maar gewoon een heli of een boot, dan wat op hier. Ja, maar mijn heli die hebben ze neergeschoten, dus ja. Ja, dat is pech, kerel. Dan ga je gewoon lekker verder weg. Weg dan ga je richting Kleine Haven of iets in die richting. Fijne dag. Oké. Okay. Voordat je door je kop... Nee, hè? Liever niet. Ah, fijne dag. Hey, ga weg. Ik ga al. Als ik er voor 1 minuut nog zie, dan schrik ook een kogel bij je hoofd. Of dit is MC. Loop tegen MC aan te lullen, het zal wel. Ik ga in ieder geval lekker rennen naar de garage, zoals ze zeggen. Misschien ook het meest verstandige. Altijd weer zo biggie doen, letterlijk. Ik zal nog een keer helpen. Volgens mij staat het wel Revoltus hoor, want MC die rijdt in de blauwe bus. Ah, het zal. Waarom moeten echt letterlijk bijna alle officials zo biggie doen altijd in de stad? Ik kan er zo slecht tegen. Ah, hij zit nog wel in mijn voertuig. Ik heb hem hier namelijk geprobeerd te pakken en dan zegt hij ook hij is nog in de stad. Maar ja, ik wil gewoon mijn getuned Camacho. Jullie liggen wel allemaal coke in, maar goed. Ja, het heeft ook echt geen zin. Ah, ik pak wel even die repair kit uit deze Camacho. En dan pak ik mijn andere Camacho, want die moet ik even repairen. En dan ga ik even kijken hoe ik mijn superfleet kan maken, zodat ik die weg kan. Want ik wil niet heel erg graag blijven plakken namelijk. Maar goed, het zal wel weer. Even kijken, ja, kijk, deze die rookt. Dus deze die gaan we even maken hier verderop. Want ik hoef niet bij de garage letterlijk te staan. Zo, en dan gaan we deze even maken. En dan gaan we op naar die superfleet. En dan hopen we dat we weg kunnen. Ja, wat is dit? Rot op, man. Oh, ik hoor al schoten. Oh shit. Meneer. Okay, schrik me rot. Hallo. Heeft u geen last van die mensen met die AK? Jawel. Ja, want ze hebben mijn auto gestolen. Oh, dat is fijn. Ik kan niet op die auto klimmen. Als er een panter komt, ben ik echt genaaid. Ik stond letterlijk op die panter en mijn character loopt eraf. Wat bent u aan het doen? Nou, dat is te zien toch? Aan het repareren. Ja. Ja. Kunt u mij niet even helpen ofzo? Met? Weet ik veel. Maar helpen met mijn auto zoeken. Oh, ik ben ook achter mijn auto aan het gaan, dus ik vrees dat het niet gaat lukken helaas. Oh. Waarom herken ik u ergens van? Kan. Schoonmaakbubbels of zo. Ja. Oké, laat maar zitten. Yo. Zo, dat is wel echt een OG-kijker. Ik was dat inmiddels al even vergeten, joh. Yo-yo. Yo-yo. Hey. Dat zou, oké, go. Nu op naar die super felito. Alright, we out here. Eindelijk, let's go. Nou weer naar de telefoonwinkel, weer communicatie terugkopen. Blablabla, dat is zo fijn. En Sam heeft nog steeds mijn Camacho, dus ja, nu zou ik waarschijnlijk gewoon terug moeten kopen. En mijn repair kit, die moet hij maar lekker betalen of zo, want die ligt nog achterin. Dus ja, niet heel fijn. Of ik hou gewoon nu even een telefoon en dan ga ik even communicatie leggen met Sam en dan gaan we straks weer terug. Ik denk dat dat eigenlijk het beste is. Alright, daar gaan we. Hoppa, die zetten we even weg. Zo. Oh ja, tuurlijk. Oh! Oeh! Landing gaat verkeerd. Oh, waarom landing, is dit landing, zo? Landing. Ik sta toch stil, gek. Hij gaat landen. Hij neemt de landing. En zo, hoppa. Oké, okay, nou, maar jij was die. Hé, hey, meneer met hoedje. Jij was die miskunde die mij toen straks niet wou meenemen naar het eiland. Vanmorgen. Weet niet. Dat was jij, hè? ik wou je nog twee keer betalen, maar hij hielp mij niet.
Ik weet nergens van af, sorry. Ik ben heel jammer, ik had echt heel jammer dit. What the fuck? Hij kan me niet afzetten. Oké, let's go. Telefoonwinkel. Ja. Ik ga hem niet bellen. Ik denk niet dat hij dat heel fijn vindt of zo. Maar. Right, oké. Okay. Die radio, die had ik ook. Even kijken. Ja, oké, okay, super. Even kijken of we contact kunnen leggen met Sam. Meneer. Hmm? Hele mooie auto. Bedankt. Zou ik vragen hoe duur die was? 5 miljoen. Hij is te rijk voor die porto. Deze man blijft praten over miljoen. Hey, fijne dag. Zo, hij heeft nou een berichtje eruit gestuurd. Ik ben benieuwd hoe het daar nu aan toe gaat op Eiland. Misschien is Sam trouwens wel dood. Ik weet niet. Maar ja, wel vervelend dit allemaal, echt. Oh, dit zijn van die irritante dagen. Wat hè? Ik zag net de superfleet voor mijn neus landen. Oh, dat zijn die boys aan de overkant of zo. Oh, nice. Oh, die poort. Daar heb ik een geel lampje. Dan moeten we naar A en B. Lekker man. Kijk, wat de heck. Ze staan er weer, die jongens. Ja, het zal wel. In ieder geval, we zijn weer even terug in de stad aangekomen. Ik heb voor Miran moet ik even snel wit wassen. We gaan even snel een locatie afspreken. Het gaat om 4 ton. Dus ja, ik moet ook nog even bij Tom binnenkort weer wat wit wassen. Dus dat, ja, dat moet wel goed komen. En dan hebben we straks wel iets heel tofs. Ik denk dat ik straks bijna al mijn geld kwijt ben. Maar wel hele leuke content. Dus ja, daar koop ik eigenlijk de content voor. nee, ik moet even snel een plekje uitzoeken voor Miran. Want ja, we gaan dus even een locatie afspreken. Gaan we even een wasje doen. Voor hem is dat fijn. Of ja, het was voor zijn vriend in ieder geval. Ik heb nog genoeg vermogen op dit moment om dat te doen. Dus dat is helemaal top. Die eilandfight. Ja, jongens. Oh mijn god. Waar was ik in mijn land? Tjonge, jongen. Ja. Ik vond de video net iets te kort, dus ik denk, ja, weet je, hebben jullie een beetje opvulling? Ik ga nu toch wel iets spannends doen, of ja, nou ja, spannend, ja. Zo kan je het zien, misschien niet. Dus dit is altijd mijn vaste plekje, dus ik stuur even hier de locatie naar Miran. Hij zegt namelijk, even kijken, kan je nu 4 ton wassen, dus dat is wel heel top. Dus ik wacht even hier, en dan kunnen we zo meteen even dat geld van hem aannemen. En dan aan de overkant de stash kit in Eclipse, en hoe lang dit Eclipse nog blijft voor mij? Nou ja, het blijft altijd Eclipse, want ik heb het gekocht voor 250k samen met Frans toen. Maar ja, misschien toch wel binnenkort iets heel nieuws. Dus dat wordt wel echt heel leuk. Ik kan er echt niet op wachten. Of denk ik niet heel geheimzinnig te doen. Want ik denk dat jullie allemaal wel weten wat ik bedoel. Ach ja, we zien het wel. Oh, kijk, hier is hij. Kijk eens aan, nieuwe auto. Nee, die is deze man. Oh, hallo. Yo. Yo, yo. Alright, als je mij even kan geven. Ik ren zo even naar de overkant van de straat. Dan stash ik het even en dan geef ik je het... ja. Ja. Hey, bedankt hè. Ik ben zo terug. Yo, yo. Hebben ze al even aan de zakje aangenomen. Oké, 405k zwart hebben we nu op ons. Ja, deze stage in ieder geval 405k was het. Waarom hebben ze altijd ronde getallen? Ik heb altijd, kijk, dat is letterlijk mijn stage. Zo apart. Kijk, hij krijgt van mij 303k. En daar moet hij maar lekker blij mee zijn. Precies wat hij moet krijgen. Dus ja, helemaal goed. Dus dan heb ik nog wel 12 miljoen plus. Dus dat is wel fijn. Nou, misschien even die was vandaag nog bij Tom doen. Dat zou wel heel prettig zijn als Tom vandaag nog even in stad kan komen daarvoor. Even kijken, wat is je nummertje? 8, 7, die is simpel. Dan kan het wel in één keer, dan moet niet fout gaan. Even kijken. Wacht, hoeveel krijgt hij nou? Ik vergeet het iedere keer. Hey, 303. Oké, okay, dit is niet miljoen toch? Ik vind altijd zo'n struggle. 1, 2, 3. Zo. Komt hij hoor. Kijk eens aan, alsjeblieft. Ah, ik top je man. Yo, ik kom misschien ook nog. Ik kom straks misschien ook nog even met die. Oh, is goed. Yo, laat me weten dan. Alright, yo. Oké, dat is handig hè. Dat is ook gewoon zo chill, want ik heb een kapitaal van heel veel. Dus ja, ik kan telkens gewoon die dingen aan blijven nemen. Nou is het niet zo dat ik er echt goud geld op verdien of zo. Want ja, het is natuurlijk wel over de tijd. Ik geef mijn geld weer uit en later moet ik het weer terugkrijgen van Tom dan als ik het ga wassen. Maar ik heb hier nu, even kijken, 20k winst opgepakt. 20k zwart. Dan min 20%. Ja, dat is eigenlijk 16k. 16k wit heb ik zojuist verdiend. Gewoon, ja, best wel snel. Op zich, het is wel lekker. Maar ja, het is niet echt zo dat ik hiermee mijn auto kan betalen of zo, weet je wel. Dus ja, het is ook gewoon erbij voor de spelers, voor de klanten, dat zij gewoon kunnen wassen. Dat is gewoon iets makkelijker. En ja, als ze mij gewoon hebben, is het gewoon makkelijk. Nou ja, dat dus. Maar goed, we gaan nog even aankijken. Ik heb bij Tom iets gevraagd. Dat is heel erg tof. Misschien dat het ook voor de content kan, maar ik weet niet zeker. Ik moet nog even wachten op reactie. Maar ja, bij Bart zouden we nog eens een keertje mee kunnen lopen, zei hij. Ja, ik heb het gewoon aan Tom gevraagd. Gewoon, ja, fuck it. Ik hoop dat Tom het leuk zou vinden. En andere Narcos jongens ook. Ik ken Narcos namelijk best wel goed. Nou ja, het zou me wel heel leuk lijken. Het hoeft natuurlijk niet, maar het lijkt me wel leuk om gewoon een keertje mee te lopen met ze. En ik denk als dat voor content mag, is dat al helemaal leuk voor jullie. Dus ja, we gaan het zien jongens. Voor de rest kan ik niet wachten tot vanavond. En ja,
Jullie zien binnenkort allemaal, jongens. Want ja, ik heb straks heel weinig geld nog. Maar het wordt allemaal heel leuk. Ja, ik had de veilingen had ik niet gekregen. Ik wilde de Apollo halen. Alleen die stond op 10,3 miljoen. En toen werd ik overboden. Ik zat namelijk in een metro in Londen. En ja, ik had daar geen bereik. Frans die ging voor me bieden. Maar ja, die had niet meer geboden. Omdat ik een max had ingevoerd. Nou ja, dat dus die had ik niet gekregen. En nu heb ik een ander plan. Hoi Jelle. Hey Tommy. Hey. Heb jij die ook? Dat is wel dik, hè? Ja, leuke combo. Ik had ze ook allebei. Alleen ik heb de Lamborghini weggedaan. Ah, ja, ik heb vanavond nog iets leuks erbij. Wat dan? Oh. Wil je het weten? Holy shit. Ik kan echt niet wachten. Ja, ik ben erbij. Imola, Lamborghini. Wordt een goede 3 combo. Ja, ja, ja. En ik heb wel alleen dit. Dat is voldoende. Straks kan je daarmee 3 auto's daarvan kopen of zo, als die nieuwe erin zit. Ja, ik had gisteren had ik een race gedaan tegen zo'n Venom. Tegen die opgevoerde Lotus, zeg maar. Ja. Hij trekt me er volledig uit, maar in bochten, man, hij heeft geen kans. Nee, I know. Zo ziek. Ja, ik weet. Ik kan niet wachten tot die nieuwe gaat. Echt, ik denk echt dat hij bijna klaar is, maar we gaan het zien. Ja, heeft dingen je nog op de hoogte gehouden met iets? Lorenzo? Ja, alleen dat die remlichten allebei nu het doen. Ja, want hij moet dan nog wel helemaal goed laten rijden, zeg maar. Ja, dat is wel handig. Hoi. Jawel, ik weet het wel. Ja? Oh, ik kan daily. Wordt het een lucky wheel? Nee, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik hoop het wel. Ik kan ook daily en ik heb geen lucky wheel. Ik ook niet. Ik heb 2 keer. Oh. Ja, ik zet hem even in de gaten. Ik ga er al even vandoor en dan zie ik je straks denk ik nog aan. Ja, is goed. Oké, okay, bye. Nou, topgoos die Jelle. Zet hem even hier beneden in de garage live. En dan moet ik even snel deze video af. Was dat mijn oude Ferrari 812? Volgens mij wel. 812 Superfast. Dat was die voor mij. Ik weet het 100% zeker. Zoveel rijden inderdaad niet. Maar ik zet hem even in de garage en dan ga ik deze video lekker editen. Nou ja, er komt een hele dikke content aan volgende week. Ik denk woensdag extra video. Jullie gaan het zien, jongens. Stay tuned. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik natuurlijk op een van deze 2 video's die jullie kunnen zien. Want die gaan zo meteen verdwijnen. En die moet je echt gezien hebben. Dus klik er snel in. En vergeet zeker niet te abonneren op beide kanalen. Zou ik ook echt super erg waarderen. En dan ga ik, zoals altijd, zeggen. Tot de volgende video. Op luisteren. Later, mensen. Ciao, ciao.